wat goed dat je kijkt. Je hebt deze video aangeklikt en dat is leuk, want ik ga in 2 minuten de tijd iets vertellen over een product uit de webshop van Bobo de Veesbeer. En ik heb hier een zandloper snel, die gaat zo meteen in. En op het moment dat de zandloper is afgelopen, stopt ook bam deze video. Helemaal klaar, boem. Dan is het gewoon afgelopen. Dus ik heb totaal geen idee wanneer deze video stopt. Ja, na 2 minuten, maar ik hoop natuurlijk dat ik hem zelf een beetje normaal kan afsluiten. Dus is het een hele rare afsluiting deze video, dan weet je dat alvast. We gaan beginnen. 2 minuten lopen. En de producten staan gewoon hier achter mij. En ik zeg producten, want het zijn eigenlijk meerdere soorten setjes. Nou, wat is het nou? Het is knutselen met ballonnen. En dit is echt een van mijn favoriete producten. Dat zeg ik bij elk product uit de webshop. Maar dit is echt wel een van de grote favorieten. Want deze is gewoon echt helemaal vanaf het begin bij. Dus toen ik mijn webshop startte, was dit een van de eerste producten die was. En deze wordt ook echt heel erg vaak besteld. Het is echt een van de hardlopers. En het is ook echt heel grappig, want het zijn dus knutselen met ballonnen. Dat is echt, nou ja, wat kan je niet beter doen, is gewoon knutselen met ballonnen. Wat kan je nou maken? Deze ballonnen hebben allemaal soorten figuurtjes. Dit zijn de prinsessenuitvoering. We hebben meerdere uitvoeringen. Maar wat krijg je nou? Nou, je krijgt eigenlijk alles wat je nodig hebt om dit te maken. Dus de ballonnen, uiteraard. Je krijgt de stokjes om het op te zetten. Je krijgt stickers, je krijgt de vellen, zeg maar, om te knippen voor extra figuurtjes. Dus dit is één van de setjes die we hebben. Er zitten er altijd 4 in. Dus je kan altijd 4 verschillende soorten figuurtjes maken. En in dit geval is het thema prinsessen. Dus ook zo'n kikker. Zo'n eenhoorn, het is echt fantastisch. Heb ik nog tijd? Ja, ik heb nog zeker tijd. Want we hebben natuurlijk niet alleen deze. We hebben ook de vissen. Ik vind deze wel stiekem het leukste. Dat zijn echt hele grappige vissen. Dus die kan je maken. En een dolfijn, dat is dan geen vis, maar die zit erbij. Een dolfijn, een haai, en echt, dat is een hele, heel erg leuk setje. Ook hier zit alles weer bij om zelf te kunnen maken. Volgende. Dit zijn de circusdieren en daarbij de horende directeur en een olifant is er erop, een clowntje. Nou, hartstikke leuk. Dus hier kan je circusdieren enzovoort mee maken. Echt heel leuk. Ook weer een setje van 4. Dan hebben we er nog eentje. Ik heb echt mijn tijd